Dag, dames en heren. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag een gevangenisstraf van bijna 3 jaar, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen Syriëganger Laura H. En dat betekent dat Laura H. niet terug de cel in hoeft als het aan het OM ligt. De Haagse vertrok in 2015 met haar man en 2 kinderen naar IS-gebied. Na haar terugkeer vorig jaar werd zij vastgezet. Het OM hield er rekening mee dat Laura mogelijk was teruggestuurd om een aanslag te plegen. Sander Kloera bij de rechtbank in Rotterdam, waar de zaak diende. Ja, Sander, het Openbaar Ministerie eiste 3 jaar cel, 2 voorwaardelijk. Dat betekent dus dat ze al een jaar gezeten heeft en niet terug hoeft de cel in van het OM, hè? Ja, dat klopt. OM heeft gezegd dat ze wat hun betreft op vrije voeten blijft. En dat heeft dan toch vooral te maken met haar persoonlijke omstandigheden. Ze heeft een vrij turbulente jeugd gehad, is op jonge leeftijd moeder geworden, op haar 16e al. Werd lange tijd mishandeld door haar echtgenoot. Ja, het gaat nu ook wel beter met Laura. Ze volgt bijvoorbeeld nu een HAVO-opleiding. En wat vindt Laura zelf van die eis? Ja, nou ja, ik heb even heel kort haar raadsman gesproken na de zitting. En ja, toch eigenlijk wel opgelucht natuurlijk. Ja, ze weet dat ze gewoon niet meer terug de gevangenis in hoeft. Waar de advocaat wel meer moeite mee had, dat waren de eisen die aan de eis verbonden waren. Of de voorwaarden. Ze moest bijvoorbeeld 3 jaar lang een enkelband dragen. En mag ze ook geen contact hebben met de media. Nou heeft ze zo lang in voorarrest gezeten omdat ze ervan verdacht werd dat ze mogelijk teruggestuurd was om een aanslag te plegen. En daar wordt ze dan niet meer voor vervolgd. Ja, klopt inderdaad. Ja, er werd rekening gehouden met 2 dingen. Of ze zou teruggekeerd zijn omdat ze gedesillusioneerd was, klaar met het kalifaat, zeg maar. Of ze zou teruggestuurd zijn om hier mogelijk een aanslag te plegen. Nou ja, het OM heeft daarvoor geen bewijs kunnen vinden. Daarvoor wordt ze dus niet aangeklaagd. Ze wordt nu wel aangeklaagd omdat ze zich heeft aangesloten bij een terroristische organisatie. Nou, nu heeft Laura naar eigen zeggen daar alleen maar het huishouden gedaan, op de kinderen gelet. Maar ja, het OM zegt, ja, je hebt dan toch wel bijgedragen aan wat zij noemen die gewelddadige jihad. Ja, nou, bij de vorige rechtszitting zat Laura in een soort grijs hokje. Heb je er vandaag gezien? Ja, nee, ze zat weer in hetzelfde grijze hokje. We hebben wel haar stem kunnen horen. Ze heeft vandaag weer haar hele verhaal gedaan. Nou ja, dat staat nogal lijnrecht tegenover wat het OM vindt. Morgen horen we de advocaat en wat de rechtbank er dan van vindt, dat horen we over 2 weken. Sander Kloera vanuit Rotterdam, dankjewel.